daar belt de volgende vriend van de show weer in, mag ik zeggen. Hey Zorro. Hey, oude pik, oude pijp. Hoe is het al een beetje? Ja, dat kan ik beter aan jou vragen. Ik bedoel, ik ben soms aan het piepen en ik vind mezelf allemaal, dat ik het moeilijk heb, weet ik wat allemaal. Maar als ik jou dan zie, dan denk ik, oh. Ik wilde hier een geluidsfragment instarten wat zeer toepasselijk was geweest. Namelijk... Hou je bek! Hou je bek, ja. Want, ja. Resume over Vlakke. Wij hebben hier Zorro. Zorro, wiens vader nu een week en een paar dagen geleden is overleden. Ik moest er vrijdag echt nog zo aan denken. Die vrijdag is gelijk ook al zo'n dag geworden. Sorry? Die vrijdag is gelijk echt zo'n dag geworden. Dat je dan echt... Ja, man. Dat was wel heavy. Dat was zwaar. Ja. Ja. Dan kijk je op de klok. En dan... Nee, maakt niet uit. Maar hoe, hoe gaat het met je leven? Ja, het gaat wel redelijk. Ik ben wel gewoon gaan carnavallen. Nee. Afgelopen weekend. Oh. Dus ik heb me op zich wel vermaakt. Nu een beetje brak alleen, maar ja, hè, dat krijg ik ook nog carnaval. Ja, oh, oké. Okay. Ja, verder ben ik wel veel bezig met Hip-Hop versus Kanker en met mijn eigen muziek, man. Ja, en, hoe, heb je enig idee hoe het gaat met de voorverkoop en zo? Met de? Nou, met de voorverkoop en dat soort dingen. Oh ja, er zijn al wel een aantal kaarten verkocht. Nog geen 500, maar ja, daar gaan we wel voor. Je moet 500 tickets verkopen, wil je die bak een beetje vol hebben? Dan is de zaal tot en nog toe vol. Dan is het helemaal uitverkocht. Maar ik hoop dat ik er 300 ga verkopen. Dan ben ik al wel tevreden redelijk. Maar de 500 is natuurlijk beter. Ja. Het geld gaat uiteindelijk toch wel naar het KWR. Dus het is voor een goed doel. Zo is het. En zijn er nog mensen bijgekomen toevallig? Nee, helaas nog niet. Maar een heel goede vriend van mij die gaat, als het goed is, voor Anbu een videoclip schieten. Dus ik hoop dat hij misschien ook wel los kan krijgen bij die jongens. Verder ben ik nog een beetje aan het zoeken. Ik heb ze dit weekend ontmoet, hè, die jongens. En hoe waren ze? Ja, het was allemaal gek, want het was carnaval. Dus ik heb eigenlijk niet echt met ze kunnen praten. Maar ik zit te denken, ik kan wel natuurlijk via de redactie, mijn redactie dan bedoel ik. We hebben natuurlijk nu gewoon telefoonnummers van die boys. Ja, als je ze een keertje wilt bellen, dat zou wel chill zijn, man. Ja, het was me wel een possietje, hoor. Weet wat je op je hals had als die gasten er binnen kregen. Want ik vond ze wel heel tof eigenlijk. Ja, ik vind ze ook wel tof. Dus ik hoop dat ze ja zeggen. Ja, oké. Okay. Dat is een actiepuntje. Kijk, het zou fijn zijn. We hebben natuurlijk moderators. Die ik ontzettend veel lief heb. Hartjes voor jullie allemaal. Want jullie zorgen ervoor dat de chat leuk blijft. Als één van jullie ook nou eventjes een soort notulist zou willen zijn. Dat zou super tof zijn. Dan is puntje 1. Anbu bellen. Want dan weet ik dat. Er komen ongetwijfeld nog dingen bij dan, denk ik. Ja? Misschien kunnen ze bijhouden wie welke prijs zit. Ja, precies. Nicoline heeft hier even een goede opmerking. Die zegt, misschien kunnen ze ook bijhouden wie welke prijs wint inderdaad. Ja. Zodat ik dat daarna nog weet. Mohammed, ik bel je zo. En hoe gaat het met je moeder? Ja, die heeft het afgelopen week best wel zwaar gehad. Tuurlijk. Vrij logisch. Maar van die kleine dingetjes. Het was 2 dagen of 3 dagen over. Toen was al een keer het probleem aan het dak van half het af te gebruiken. Ja. Ja, papa het dak erop. Ik ga dat niet doen, dus dan moest ik gelijk hulp inschakelen. Ja, hoezo ga jij dat niet doen? Hoezo niet? Dat doe ik wel een andere keer. Hoezo? Ja. Ah, oké, maar mag iemand anders mag het wel doen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, van zulke dingen is het van een klein beetje zwaar bezig. Maar verder, zit ze gewoon thuis en ze is met allemaal dingen bezig. Dus ze wordt wel redelijk goed afgeleid, hoor. Ja. Ja. Wacht even, Anna, begrijp ik nou dat jij de notulist bent? Ik zie eventjes hier een bericht voorbij schieten. Nou, dat lees ik dan wel.
Nee, oké. Okay. En komen er veel mensen nog langs en zo, op bezoek? Bijna niet. Mannen helpen eigenlijk ook helemaal niet veel zin in de afgelopen dagen. Maar ik denk dat ook niet echt gaat gebeuren. Iedereen was op de crematie die er moest zijn. We hebben iedereen een handje gegeven. Dus ik denk niet dat er nog mensen langs gaan komen om te condoleren. Nee. Dus die fase is in ieder geval al voorbij. Nu zal het gewoon zijn dat als iemand ons een keer tegenkomt en dat ze vraagt van hé, hoe is het met Leon? Dat we dan moeten zeggen van ja, die is er niet. Dat ze dan zoiets zeggen van wow. Ja. Waarschijnlijk zal dat dan het volgende zijn. Ja. Nee, ja. Op een gegeven moment, maar dit is nog wel het minst erg naar de situatie, gaan mensen natuurlijk ook tegen jou die je er niet kent beginnen over je ouders of je vader dit. En dan komt altijd een moment dat je moet zeggen, nou ja, mijn vader leeft niet meer. Ik moet zeggen, op een gegeven moment schrikken die andere mensen daar meer van dan jij dat nog doet, zeg maar. Want ja, jij bent er wel aan gewend. Ja. Maar ben je al wel weer naar school gegaan? Of het is nu vakantie natuurlijk. Ik ga niet naar school. Ik heb toen ik te horen gekregen dat papa dood ging, heb besloten om te stoppen met school en 100% te richten op de muziek en door te breken. Dus als ik thuis ben ik muziek aan het maken of dingen aan het regelen voor het feest. Maar ik ga niet meer naar school. Dat doe ik volgend jaar waarschijnlijk wel weer. En even kijken, we zitten in februari, maart, april, mei, juli, augustus, september. Ja, wat jij wil, je moet het zelf weten. Ja. Maar het is toch ook wel fijn om mensen te zien, even los van die kut gewoon. Maar gewoon vrienden, gewoon sociale contacten, afleiding ook eigenlijk. Ja. Maar, middags, dan zit iedereen op school, dan zit ik gewoon thuis om muziek ding te doen. En dan s'avonds dan ga ik naar mijn vrienden toe. Of ik ga werken, natuurlijk. Ik moet natuurlijk wel geld verdienen. Mijn vriendin is er best wel vaak hier thuis, dus ik verveel me niet. Nee. School was voor mij even een laag pitje. Ik wilde papa gewoon even trots maken met muziek. Ja, dat is in zekere zin wel gelukt. Maar ga je nou het komende schooljaar wel mee door en dan het volgende schooljaar ga ik wel weer terug. Maar wat voor school doe je? Ik wil het liefst naar de Herman Brood Academie. Ja, precies. Maar je zit nu nog op middelbare school. Ik ben al lang klaar met de middelbare school. Ik heb, maar wat zet je nu voor school dan? Heb ik Avans 2 dagen gedaan. Oké. Het HBO. Dus, maar dat vond ik uiteindelijk niks. Dus daar ben ik mee gestopt en nu zit ik echt helemaal niet op school. Nee. Nou. Dus, gelukkig heb je altijd nog je dinsdagavond verzetje. Nee. Geintje natuurlijk. Nee, ik weet wel dat het goed zit. Maar ja, goed. Ik zou je er zelf niet aan houden. Ik bedoel, op het moment dat je zelf toch zoiets denkt, joh, wat moet ik nou? Ja, zie het ook als de vrijheid die je hebt om ook wel naar school te gaan in ieder geval. Ik ga Ambu proberen te regelen. Dan zou ik maar dat ja. Hoor ik dan zelf wel. Ja, dat ga je zeker horen. Volgende week ben ik er uiteraard weer. En dan hoop ik echt, want ik zeg dat dan nu wel vaker, even wat beters voorbereid te hebben. Maar goed. Komt goed, man. Dankjewel, Zorro. Take care, jongen. Avond, en een kus aan je moeder, hè. Yo, zal ik doen. Oké, top. Houdoe. Hoi, houdoe en bedankt. Ja, toch gewoon carnaval.